gebeurde er nou? Je werd door de politie gefouilleerd? Als je het niet erg vindt, geef ik geen stijl, geen woord. Doeg, weet je, boze kraak het. Is het zo? Een vriendje. Ik ga wel even iets zeggen. Alles kan gebeuren. Ik maak me even schoon en dan gaan we rustig verder. Halverwege de presentatie in de openbare bibliotheek in Amsterdam gooien actievoerders pamfletten van een balustrade. Vervolgens beklimt een van hen het podium en drukt Duivendak een taart in het gezicht. De actievoerders noemen Duivendak in hun pamflet een terrorist die de samenleving veel schade heeft toegebracht. Na een korte onderbreking zegt hij ook met de taartgooiers te willen discussiëren. Ik vind we moeten met iedereen in debat. Over actiemiddelen en over de grenzen van actiemiddelen. Vorige week trad Duivendak terug als Kamerlid toen duidelijk was geworden dat hij in de jaren 80 betrokken was bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. Rond de boekpresentatie van vandaag waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Meneer Duivendak, wat vindt u van zo'n actie? Nou ja, absoluut ontoelaatbaar. Geweld tegen personen is verschrikkelijk. Gelukkig was het een taart. Is het niet iets wat u zelf ook gedaan zou hebben in uw vorige leven? Dit heb ik nooit gedaan. Ik heb me in de jaren 80 een hoop dingen gedaan waar ik spijt van heb. Die ik niet meer zou doen. Maar geweld tegen personen heb ik werkelijk nooit gedaan. Heb ik altijd afgekeurd. Dus mensen die zouden zeggen, naar aanleiding hiervan, dat is een koekje van eigen deeg. Daar heeft u geen oor voor. Nou, het was wel deeg. Smakeloos koekje. Heb ik echt geen oor voor. Geweld tegen personen heb ik altijd afgekeurd. En is heel erg af te keuren.